Bijna twee jaar geleden begon Michael Sluimer uit Lelystad... een lokale bestelservice Eet Smakelijk voor restaurants uit Lelystad. Ja, nu is het tijd voor een nieuw project onder de naam Maaltje. Een maaltijdbox met lokale producten. En komend weekend worden de eerste boxen bezorgd. En Michael is hier bij ons in de studio. Welkom. Ja, hoe spannend is het eigenlijk om weer aan zo'n nieuw project te beginnen? Ja, eigenlijk heel erg spannend, maar vooral ook, uh, ook heel erg leuk... We hebben inderdaad, nou nu alweer twee jaar geleden, zijn we begonnen met eet smaken als bestelplatform voor de restaurants. En nou, gaandeweg leer je een hele hoop, bereid je dat uit. En daar zijn we ook nog echt niet waar we willen zijn in de zin van dat we daar ook gewoon doorknallen om uh, ook restaurants in andere regio's uh, verder te gaan helpen en, uh, en de uitbreiding daarvan. Maar we merkten gaandeweg ook dat, uh, dat er gewoon veel mensen zijn die toch heel graag zelf koken en die ook graag, uh, of die eigenlijk lokale producten heel belangrijk vinden. En um, vooral ook de maandag en dinsdag zien wij in ieder geval bij ons dat uh, in verhouding tot de rest van de week dat de bestellingen gewoon relatief laag zitten. Dus dat zijn we gaan onderzoeken en toen hadden we zoiets. Nou, hier is duidelijk wat hier moet gebeuren. Mensen die willen gewoon de week gezond, goed starten, met gewoon leuke gerechten. En uh, toch weer een beetje terug naar normaal of gezond of wat goedkoper. Nou, daar hoort zo'n zo prachtige maaltijdbox met, met lokale producten bij. Ja, want we kennen Hello Fresh van die maaltijdboxen die je dan thuis bezorgd krijgt, zelf kookt. Is dat anders dan maaltje wat jullie gaan aanbieden? Nou, het, het concept in, in grote lijnen is hetzelfde, maar uh, toch wel met een aantal belangrijke verschillen. Uh, wij uh, richten ons echt alleen maar tot de maandag en dinsdag. Echt de kickstart van de week, zeg maar, twee dagen. Uh, we doen het, uh, alle hoofdbestanddelen komen echt hier lokaal uit de grond uh, zetten, uh, hartstikke vers. En uh, we implementeren het helemaal in het eet ecosysteem. Uh, dat wil zeggen dat straks uh, als de pilot voorbij is... dat ook de bedoeling is dat als je zo'n box uh, afneemt... voor de maandag dinsdag... dat je dan ook weer in een soort abonnementsvorm... weer voordelen krijgt voor, uh, voor de Voor die ongezondere die, uh, snacks. Voor die ongezondere snacks, maar die horen er ook bij. Die zijn ook hartstikke lekker. Um, en we gaan het uh, iets... Uh, het gaat vooral bij ons om, om, om de ervaring, de beleving. Het, het leuke van ook zelf dan in de keuken... Staan alleen of met je kinderen of met je partner of wie dan ook. Eh, dus bij ieder gerecht hoort ook zometeen een 10 minuten durend filmpje. Op een hele Leuke, uh, niet helemaal perfecte, maar gewoon normale stijl, zeg maar een beetje vlot, uh, waarin je ook gewoon precies ziet. Het wordt je voorgedaan hoe je zo'n gerecht bereidt. Ga je dat dan zelf doen? Uh, in de pilot ga ik dat zelf doen en er komen af en toe wat, uh, wat uh, gasten voor lang, uh, voorbij, zeg maar, die het met mij gaan doen. Uh, maar in de pilot ga ik dat hoofdzakelijk zelf doen met, uh, met wat adviezen van Cox uh, van en anderen om, uh, om me heen. En daarbij is het ook op het moment dat ik het kan, uh, kan iedereen het. En dat wordt mij ook wel eens gevraagd van ja, ik ben geen. Geen keukenprins of geen keukenprinses. Kan ik dit wel? En daar is mijn antwoord ook gewoon heel duidelijk op. Ja, juist omdat ik gewoon zo meteen ook ga uitleggen stap voor stap, hoe je het kunt aanpakken. En op 1, 2, 3 manieren maak je maak je, je eigen ding van. Uh, maar iedereen kan zo meteen, uh, na het kijken van zo'n filmpje, ook vooral. De, die krijgt de energie. En, en ik was bijna zeggen, ik straal de kunde uit. <laughs> om, uh, om ze ook te kunnen bereiden. Ja, dus je hoeft, je hoeft nog niet veel zelf te kunnen. Daar komt het op neer. Nee, dat is, dat daar komt het inderdaad op neer. Ja. We nemen je er gewoon helemaal uh, doorheen. En, en wat voor soort gerechten kunnen we verwachten? Nou, we hebben geprobeerd om in ieder geval gedurende de pilot zeker. Een, een hele variatie te, te, te ontwikkelen. Uh, maar wel met het oog op. Uh, 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 niet, niet zulke exotische dingen. Dat, uh, gangbare dingen, laat ik het zo zeggen. Dus geen, geen varkensvlees bijvoorbeeld in de pilot. Omdat er toch een groep mensen zijn die dat niet eten. Uh, we houden het bij rund en kip en zalm. Wat, uh, wat dat soort proteïnen betreft. Uh, we doen ook uh, vegetarisch. En we zijn nu zelfs aan het kijken of we uh, alles ook vegan kunnen krijgen. Er dus zijn een aantal producten die we bij, uh, bij de mensen. Uh, of bij de importeurs, eigenlijk onze leveranciers. Uh, uh, waar we dat nog te van terug moeten horen. Maar het is een hele variatie: van uh, Marokkaanse kip met uh, zoete aardappel Puree tot uh, Mexicaanse uh, tortilla wraps. Uh, tot een uh, pasta-salade uh, kip. Um... Maar, maar dan, ja, Mexicaanse tortilla wraps, uh, zijn die kruiden komen dan toch niet hier vandaan? Of wel? Nou, de kruiden die kunnen we ook in Flevoland krijgen, uit de Noordoostpolder. Uh, dus uh, daar zijn we juist ook aan het kijken of we, uh, van die, van die uh, spice blends eigenlijk, de kruidencombinaties uh, die we willen gaan maken, of we ook die hier in Flevoland kunnen laten maken en dan uh, per portie kunnen meeleveren in elke box. Dus... Maar waar zit dan het verdienmodel in? Want als het heel lokaal moet zijn hier, dan snap ik het wel voor Flevoland. Uh, maar als je dat later zou willen uitbreiden naar die die uh, pilot, dat, dan zijn mensen in Weesp en Muiden en Naarden misschien uh, dat je denkt, nou, dat is misschien logisch, maar dat is dan hun regio toch niet meer? Hoe, hoe, hoe ga je dat doen? Nee, nou ja, de, de hele achterliggende gedachte van ook uh, uh, ja, lokaal voedsel, denk ik, is ook qua hoeveel vrachtwagenbewegingen je hebt, qua waar je auto vandaan of je, je eten vandaan komt. Er wordt zoveel geïmporteerd en al het eten wat wij in Nederland hebben, wordt bijna allemaal geëxporteerd. Uh, dus. Um, we hebben gezegd, nou, wij komen hier uit Flevoland. Dus voor ons is het logisch dat wij kunnen beginnen met voor Flevoland, door Flevoland, lokale producten. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk in elke regio in Nederland. Nederlandse producten, als je dat iets groter zou trekken, van joh, de Nederlandse boer spreken we zo meteen aan. en per regio kun jij producten krijgen uit, jou, uh, uit jouw regio uh, eigenlijk, van waar je woont. Uh, dan kun je eigenlijk hetzelfde initiatief, hetzelfde idee overal ontplooien. En het enige waarde, uh, waar je voor moet zorgen. is dat het uiteindelijk gekoeld geleverd wordt. Uh, bij de consumenten thuis. Maar dat kan. Daar is de logistiek er al voor. Daar zijn allemaal bedrijven in gespecialiseerd. die dat, uh, die dat kunnen. Um, dus eigenlijk kun je zo meteen ook zeggen. van nou, ik wil misschien een gerecht. dat voornamelijk met producten uit uh, Limburg bijvoorbeeld komt. ik noem maar wat. Um, zo kun je dat uh, straks ook gaan doen. En dan heb je echt de Nederlandse boer uh, aan tafel eigenlijk. Ja, komende zondag ga je de eerste boxen bezorgen. Het is nu dus nog een pilot, zoals je zegt. Wanneer ga je nou de knoop doorhakken of je dit echt volop wil gaan inzetten? Nou, uh, ja, jij noemt het komende zondag, maar die staat nog niet vast. Het wordt misschien een weekje later. Maar de pilot duurt in ieder geval in, vanaf het moment dat die start vier weken. Dus we hebben gezegd vier weken lang uh, gaan we kijken uh, hoe, dat, hoe dat gaat. We beginnen ook met minimaal 100 aanmeldingen. En de verwachting is dat we zo'n tussen de 200 en 300 aanmeldingen minimaal gaan krijgen. Um, en nou ja, na die vier weken gaan we evalueren. Wij vragen ook wekelijks aan iedereen die zo'n zo box krijgt: uh, laat ons uh, via een uh, soort enquête, uh, geef ons je feedback, wees kritisch, wat vind je super, wat vind je minder goed, wat ging soepel, wat ging niet soepel. En aan de hand van al die data kunnen wij elke week verbeteren. En dan aan het einde moeten we kijken van, ja, wat, wat, wat hebben we nu? Is dit iets wat uh, goed ontvangen wordt? Waar, uh, als met alle onvoorziene kosten waar een gezond businessmodel ook achter zit. Want dat is belangrijk. Zeker ook als je het met lokale producten wil doen. Daar moet een gezond, uh, moet sowieso. Maar het is altijd wat lastiger met, uh, met lokale producten. Om daar wat grootschaliger en gezond uh, iets mee te doen. Um... Maar ja, dus na die vier weken weten we dat. Ja, en van Zeewolde tot aan Band kun je, als je daartussen woont... daar kun je bestellen, de maaltijdbox. Ja, nou, de, de grap is, de producten komen echt uit Flevoland... maar omdat onze uh, uh, vervoerder uh, landelijk dekking heeft... qua bezorging aan de consument... zou in theorie iedereen in Nederland mee kunnen doen. Maar wij richten ons nu uh, inderdaad op Flevoland. Oké, okay, heel goed. Nou, uh, aankomende week, dus de spannende eerste dag... dat de maaltijdboxen worden verspreid. Michael Sluimer over zijn nieuwe maaltijdbox Maaltje... Waar kun je hem vinden? Op welke site? Nou, als je naar eetsmakelijk.nl slash maaltje, M-A-A-L-T-J-E gaat... dan kom je zo op de pagina met een aanmeldformulier, een korte trailer... en allerlei andere informatie, inclusief de gerechten. Michael Sluimer, heel erg bedankt.